Waarom worden de bomen vervangen aan de Geesterweg? De bomen zijn ziek of de omstandigheden zijn zo slecht dat we ze meteen in één pakket meenemen. Wat is de oorzaak daarvan? De bomen staan er 45 jaar en waren aan het einde van hun levensduur. Waardoor ze ziektes en zwammen ook kregen. En in het verleden zijn er al een heel aantal weggehaald. Dus vandaar dat we nu in ene alles gaan oprooien en weer nieuwe planten. Hebben jullie van burgers al veel klachten gehad over de bomen die vervangen moeten worden? Nee, we hebben eigenlijk van burgers niet klachten gehad. En dat komt omdat we 39 bomen weghalen en 60 bomen terugplanten. Ik denk dat dat wel een goed teken is naar de burger ook toe. Welke soort bomen komen er nu te staan? Iepen, inheemse bomen. Maar wel resistent, want we weten allemaal dat de iepen gevoelig zijn voor ziektes. Nou, die zijn er uitgekweekt, zal ik maar zeggen. En dan komen nu weer iepen te staan en die passen daar geweldig. Het zijn eigenlijk dezelfde bomen als we de lijn doortrekken naar Akersloot. Wat is het voordeel van het planten van deze nieuwe bomen? Nou, dat we een groener beeld krijgen in Uitgeest. En dat is toch wel iets wat je veel mensen hoort zeggen. Van hoe meer bomen, hoe liever. Wel op de juiste plek. Daar gaat het wel om. Heeft het ook nadelen? Het kost geld, zeg ik als wethouder financiën. Maar dat hebben we er wel voor over. Meer nadelen kan ik eigenlijk niet bedenken. Alleen als je de bomen op de verkeerde plek zet. Dat je zegt van te dicht bij de stoeprand of te dicht aan de parkrand. En dat de wortels bij het fietspad nadelen geven. Dat ze het wegdek omhoog halen. Maar voor de rest is een groen beeld een leefomgeving waar iedereen prettig woont. Zijn er nog meer straten en wegen waar de bomen worden vervangen? Nou, we kijken elk jaar weer opnieuw. En we hebben langs de Geesterweg meer locaties waar we nu wat extra bomen planten. En dat heeft te maken met het groen beleidsplan waar de raad mee heeft ingestemd. Waarin staat dat we nog 1270 bomen moeten planten de komende 2-3 jaar nog. Dus extra.